Martin Selterijg, een domper vandaag voor Barendrecht. Volgens de KNVB hebben jullie een speler opgesteld in het bekertoernooi die nooit opgesteld had mogen worden. Wat is jullie lezing in dit verhaal? Onze lezing is dat wij denk ik alles gedaan hebben wat we moesten doen. We hebben hem ingevoerd in het systeem, zogeheten Sportlink. En dan geboortedatum, naam en paspoortnummer. En dat hebben we gedaan en we hebben een voorlopige spelerspas gekregen. Wat is nou de officiële lezing van de KNVB? Waarop worden jullie bestraft? Niet om een tikfoutje, lijkt me. Nee, de KNVB heeft ons een schrijven doen toekomen waarin men zegt dat wij bewust en met opzet onjuiste gegevens verstrekt hebben. En zij hebben ook de speler zelf in kwestie een ter lastenlegging gestuurd. En daar hebben ze het ook over bewust en met opzet de club Barendrecht en de KNVB van onjuiste gegevens voorzien. Nou ja, dat is natuurlijk Jerijnste Kolder. Die jongen heeft bij ons zijn paspoort ingeleverd. En een kopie van zijn paspoort is meegegaan met alle formulieren naar de KNVB. Dus je kan zeker Marvin van der Pluim kun je niet verwijten dat hij ons onjuiste gegevens zou hebben gegeven. Het is zoals ik gezegd heb, iemand heeft hier een tikfout gemaakt. Niet meer en niet minder. En als je dan daarvoor zo onevenredig gestraft gaat worden, dan zijn we toch wel eigenlijk toch wel heel ver weg. Want er hangt ook nog een geldboete boven het hoofd. Mogelijk puntenaftrek in de competitie. Dus niet alleen uitsluiten in het bekertoernooi. Het is een optelsom van meerdere straffen. Ja, dat kun je wel zeggen. Alleen het bekertoernooi dat kost ons wellicht al dik 15.000 euro aan de, zeg maar, de premie die je van de KNVB krijgt. Je entreegelden en een stukje kantineinkomsten. Het is soms niet leuk om voorzitter te zijn, hè, met al dit bureaucratisch geneuzel. Dit is helemaal niet leuk. Nee, dit is echt even een dompertje. Moet ik zo verschrikken dat ik dood zie van hier. Wat een bureaucratie en wat een machtsmisbruik is dit. Voel jij een beetje psycholoog of ben je daar nog echt voetbaltrainer? Nou, het is nu ook wel. Het doet wel een elftal natuurlijk als je dit meemaakt. Het is gewoon niet leuk. Ik kan amper nog naar uitslagen kijken. Dus die staat helemaal onder. Ik ben de trainer in Nederland met de minste aantal punten. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt gewoon erg kloten. Eerst 11 punten mindering kregen en later 6. Dat we een heel moeilijk jaar hadden. En in dat jaar ook nog eens besloten hebben dat we het op deze manier financieel niet vol konden houden als Barendrecht. Dus minder budget, meer gekozen voor jongens uit de regio en eigen jeugd. Nou, het gevolg was natuurlijk dat er een uittocht kwam van spelers. In januari, februari werd bekend dat er 14, 15 spelers weggingen. Om de genoemde reden. Ja, toen zijn we er toch nog ingebleven, waar ik best wel heel trots op ben dat met spelers die allemaal weggaan, dat je dan toch nog de motivatie op kan brengen om in de topklasse te blijven. Goeie bal dit. Goed gecontroleerd, knap aangenomen, schitterend binnengeschoten. So do you, Marvin van der Pluim is de naam. Een doelpunt van een Bergkamp-achtige schoonheid. Prachtige goal van Barendrecht en dan is het zomaar ineens 1 tegen 2. En kijkt HHC dus tegen een achterstand aan. Maar dit is zo onvoorstelbaar mooi. Moet u eens kijken. De aanname op de borst. Het controleren. De bal raakt de grond niet eens. En hij schiet ook nog eens fabulachtig binnen. Wat een goal. Ja, en daar kun je als keeper alleen maar naar kijken. Beukenveld.